Goedemiddag allemaal. We zijn hier online voor een sessie van een paar uren. En dit is een event die eigenlijk deel uitmaakt van een DigiGuard-project. En sommigen van u hebben al gehoord van dit project. Het is een project die wij bijna de afgelopen 2 jaar uitgevoerd hebben namens Maastricht University, met een aantal partners en collega's van een negental andere universiteiten. Het project is gecoördineerd door de Universiteit van Maribor in Slovenië. En samen met onze collega's hebben we de afgelopen 2 jaar gekeken naar de werking van deze twee verordeningen. De twee verordeningen zijn enerzijds de bewijsverordening, waarover wij het vandaag zullen hebben, maar ook de betekeningsverordening, die op hetzelfde moment, zoals u weet, in werking is getreden. En we hebben afgelopen november een hybride bijeenkomst al georganiseerd over deze twee verordeningen. En de bedoeling was toen, en is vandaag nog steeds, om te checken naar de werking van deze verordeningen in de praktijk. We hebben toen al met onze deelnemers toen de thesis gelanceerd dat deze verordeningen wellicht onbekend zijn of redelijk onbekend zijn binnen de rechtspraktijk. En dat kan wijzen op twee mogelijkheden. Ofwel zijn ze redelijk onbekend omdat wij met z'n allen onvoldoende aandacht aan besteed hebben. En dan zou de bedoeling zijn vandaag en ook binnen het project om die lacune enigszins te vullen. Het kan zijn dat ze onbekend en ongebruikt zijn, omdat er andere methodes zijn die gebruikt kunnen worden in de plaats van deze verordeningen. En daarover zullen we het meer hebben, onder andere als wij het hebben over de mogelijkheid om in het buitenland bewijs af te nemen op basis van de nationale wetgeving. Dus misschien kan het zijn dat de bewijsverordening enigszins overbodig is. Goed, dus dat is een beetje wat wij vandaag op het programma hebben. U heeft gezien dat, dat wij het programma in twee blokjes hebben gedeeld. We zullen een pauze hebben van een tiental minuten, rond iets voor 3 uur. En het eerste blok, hiervoor hebben we onze collega René Janssen, verbonden aan Tilburg University, uitgenodigd. En René heeft niet zo lang geleden een proefschrift geschreven over bewijsvoering in het buitenland, bewijsverkrijging in het buitenland. En hij was, hij is ingegaan op onze uitnodiging om vandaag een algemene presentatie te geven over deze verordening. En dan denk ik dat hij ook enerzijds de verordening wil plaatsen in het kader van andere bestaande instrumenten om bewijs in het buitenland te verkrijgen. En uiteraard ook de mogelijkheid om in plaats van deze verordening het nationale recht te gebruiken. Dus ja, als er op dit moment geen punten, andere punten zijn. Ik denk ik heb misschien aan de deelnemers niet gevraagd, maar deze sessie wordt opgenomen, omdat, zoals u zag in de uitnodiging, is het ook mogelijk om deze sessie op een later moment ook te beluisteren. Goed, dus als er geen vragen of andere punten zijn, dan zou ik René Janssen uitnodigen om zijn presentatie met ons te delen. En dan kan je René beginnen met de presentatie. Alvast bedankt. Dank Marta voor het introduceren van mij. Ik heb het hier nog even op de slide gezet. Ik ben dus als fellow verbonden aan Tilburg University en hier heb ik ook mijn e-mailadres.
weergegeven. Mocht er nog vragen zijn naar aanleiding van deze presentatie die later opkomen, dan kunt u mij altijd nog op die manier bereiken. Ja, de bewijsverordening en de relatie tot nationaal recht ga ik het over hebben. Ik ga hem zelfs nog iets breder trekken, want ik ga een klein stukje terug in de historie. En dat doe ik, zeg ik, dat ik probeer door te klikken, ja. Ja, omdat denk ik de historie van het internationaal bewijsverkrijgingssysteem ons beter helpt te begrijpen hoe de regels uiteindelijk ontwikkeld zijn tot hoe ze nu zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dus zoals gezegd, eerst introduceer ik het onderwerp. Vervolgens ga ik kort in op de geschiedenis en het Haags Bewijsverdrag in het bijzonder. En via de vorige verordening, de 2001-versie, kom ik bij de recente herschikking uit. Daarna ga ik het hebben over bewijsverkrijging via de Lex Fori. Dat is een term zie je wel eens terug, vooral in mijn proefschrift zie je hem terugkomen. Dus daar bedoel ik mee de bewijsverkrijging op basis van het nationaal recht en dat het dan plaatsvindt in het buitenland. Dat kan onder omstandigheden, ik zal uitleggen welke dat zijn. En ik ga ook in op de relatie tot artikel 35 van de EEX, dan wel Brussel 1-bis-verordening. Ook daar zie je een bewijsachtig middel en ik zal uitleggen wat daar de grenzen van zijn en in welk geval die volgens mij wel en niet gebruikt zou kunnen worden. Vervolgens rond ik af met een verwijzing naar mijn werk voor verdere informatie. En mocht je vragen hebben, dan staat u ook vrij om dat ook tijdens deze presentatie te stellen. Ja, allereerst, welke methodes zijn er? Nou, ik heb van mijn promotor altijd tip gekregen om het een en ander uit te tekenen. Dus dat heb ik ook gedaan, ook in mijn proefschrift. En ik kwam tot dit schema. Dus als we het hebben over methoden om bewijs binnen de EU te verkrijgen in het buitenland, daar heb ik eigenlijk een splitsing gemaakt tussen twee methodes. En ja, het kan een beetje bezien worden vanuit de ogen van partijen. Heb ik gezegd, met de hulp van de forumrechten, dus de bevoegde rechten waar de zaak is aangebracht. En je kunt ook de alternatieve route kiezen, dat je niet die rechten aanzoekt, maar juist het bewijs op een andere manier probeert te verkrijgen. Dus de forumrechter, die heeft zich dus bevoegd verklaard, die gaat de zaak behandelen. Die kan allereerst kiezen op basis van zijn eigen wetgeving, dus bij ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, om daar bepalingen aan te grijpen om bewijs in het buitenland te verkrijgen. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de onderliggende vraag van wat is verkrijging van bewijs in het buitenland? Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een van de twee partijen uit het buitenland afkomstig is en informatie in zijn of haar bezit heeft. Dan kun je dus ook een exhibitiebevel uitvaardigen en zeggen van ik wil graag een document wat wij spreken op uw hoofdkantoor in het buitenland in de kluis zit. Dat is misschien een beetje een ouderwetse gang van zaken of in de cloud of hoe het ook zij. Verzoek ik u om dat stuk te overleggen in de procedure. Dan ga je eigenlijk al, in ieder geval mijn optiek, grensoverschrijdend te werk. In het kader van over de landsgrenzen. Je kunt ook zeggen, nou, ik als bevoegde rechter wil graag een getuige in het buitenland horen. Of nou, uit diezelfde ladekast in het buitenland een document, een kopie daarvan verkrijgen. Ik schakel de hulp van de andere rechten in. Dat noem ik interstatelijke juridische rechtshulp. Of ja, je kunt ook zeggen internationale rechtshulp. Nou, daar is een voorbeeld van het Haags Bewijsverdrag. En binnen de EU hebben we een speciaal instrument voor de bewijsverordening. Als we dan naar onder gaan in dit stroomschema, dan hebben we ook twee opties. Het schijnt het meest gebruikte methode te zijn om bewijs te krijgen, namelijk door gewoon aan de ander te vragen: zou je dat bewijs vrijwillig willen overhandigen? Dat lukt meestal. Alleen in de gevallen dat het niet lukt, dan heb je natuurlijk iets nodig om die ander zover te krijgen.
En dat is dan in dit geval de hulp van een rechter. Bijvoorbeeld de rechter van het land waar die persoon zich bevindt. Want als het een derde partij is, dan heeft de forumrechter in beginsel geen rechtsmacht over die persoon. Maar het kan dus wel zijn dat je de rechter van de staat waar die persoon zich bevindt, verzoekt om jou te helpen om het bewijs te verzamelen en dat vervolgens in te brengen in de procedure in het forumland, om het zo maar te formuleren. Dus dat zijn wat mij betreft de vier methodes. De geschiedenis. Ja, Hoge Toren Commissie, die term zult u vast wel eens gehoord hebben. Die term gaat eigenlijk helemaal terug tot de Romeinse tijd, zoals meerdere dingen van ons recht. Vroeger was het zo, als je in Rome als praetor provincialis, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, een zaak had en je had eigenlijk een getuigenverklaring nodig van iemand die zich op het huidige Spaanse grondgebied bevond. Dan ja, zocht je naar een manier om die verklaring te krijgen. En een van die methoden was dus om een andere praetor in een ander gerechtsgebied te vragen om die persoon te horen en dan die verklaring naar jou toe te sturen. Dus daar zagen we eigenlijk dat instrument al ontstaan. En zoals ik het zie, is het later via het Frans recht uiteindelijk in het Nederlands recht ook terechtgekomen, maar ook verder verspreid over Europa. Dat zie je ook wel een beetje terug aan de term. Als ik het goed heb begrepen, is rogatoren, komt van het Latijn rogare, vragen. En commissie komt van commettre, Franse woord voor begaan of verrichten. Dus je vraagt met andere woorden aan een ander om iets voor jou te doen. Dat werkte allemaal goed, zeker in de Romeinse tijd, hoe ik het begrepen heb. Stonden daar zelfs ook sancties op als een praetor daar niet aan meewerkte. Dat was in feite gewoon een binnenlands rechtsstelsel. Maar door de opkomst van soevereine staten kreeg je het probleem dat het niet langer één groot gebied was. Maar dat er allerlei verschillende staten ontstonden met hun soevereiniteit, grenzen. En dat het dus niet meer vanzelfsprekend was dat de een rechter de andere rechter zou helpen met zo'n verzoek. Daar was met andere woorden ook goedkeuring of toestemming voor nodig. Dat werd al een beetje een probleem in die tijd, maar zeker rond de Industriële Revolutie. Want dan zag je van meer economische activiteit, meer verplaatsing van personen en goederen, waar dan weer meer juridische procedures uit voortkwamen. En dan had je dus het comitasbeginsel, dat heeft u misschien ooit een keer gehoord. Dat vormt nog steeds onderdeel van het recht, maar het komt er in feite op neer dat je aan de andere vraagt, de ene staat aan de andere vraagt om iets te doen. Er is geen verplichting, maar uit hoffelijkheid dat je dat dan inwilligt. Maar dat was in die tijd in ieder geval een te onzekere basis, werd het gevonden. Omdat je gewoon zekerheid wilde hebben dat je het bewijs zou kunnen krijgen uit het buitenland. Dus besloot men om verdragen op te stellen, bilateraal en later ook met meerdere staten. Zodat er een verplichting zou ontstaan als er een verzoek werd ingediend, wat aan bepaalde criteria voldeed, dat de rechter van de andere staat, de aangezochte staat, dat ook zou uitvoeren, dat verzoek. Eerste verdrag zien we al in 1896, Haags verdrag in zaken civiel procesrecht. Daar volgden nog een aantal andere verdragen, zoals ik ook al heb opgeschreven. De voertaal was toen Frans, het was ook echt een Europese aangelegenheid vooral. En je ziet ook van oudsher is een veel gebruikte route, daar komen we later nog op terug, de diplomatieke route. Dus dat je echt als rechter het verzoek stuurt aan je eigen ministerie van Justitie, dat zendt het verzoek vervolgens door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de andere staat, Justitie, en dan uiteindelijk bij de bevoegde rechter. Dat was een beetje hoe men dat vroeger deed. Nou, zoals u misschien aanvoelt, daar gaat nogal wat tijd overheen. Maar dat was in ieder geval het oude systeem. Dat systeem is nog niet helemaal weg. Zeker ook met het Verenigd Koninkrijk. Men is uit de Europese Unie gestapt, zoals u weet. En ook de Europese instrumenten heeft men afscheid van genomen. In ieder geval waar we het hebben over de bewijsverordening. Dus wat krijgen we dan? We krijgen dan dat men terugvalt op het systeem wat er eerst was. En daar kunnen verschillende smaakjes zijn.
Je ziet behaagd verwijsgedrag, maar dat geldt alleen als de verzoekende staat, bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk, daarbij aangesloten is, maar ook de aangezochte staat. Als dat niet zo is, dan val je terug op een ander verdrag, bijvoorbeeld de voorloper ervan, het verdrag van 1954. Is dat er niet, wellicht een bilateraal verdrag, is dat er niet nationaal recht? En ik heb dus voor de Europese staten behouden, dus Denemarken, dat is voor u van belang om goed te begrijpen. Denemarken doet niet mee aan de Europese bewijsverordening. Dus ook daar werk je met een ander instrument. Maar in ieder geval, zo schakel je steeds terug van waar is mijn partij bij? En ja, dan probeer je het via die methode uiteindelijk het verzoek over te brengen en het bewijs te verkrijgen. Nou, in het kort, Haags bewijsverdrag, zoals ik al zei, was een Europese aangelegenheid. Vooral het Verenigd Koninkrijk deed op het begin ook nog niet mee. En men werkte echt met de Hoge Torencommissie. Dus dat ene verzoek van de rechter aan de andere rechter om namens hem of haar ten uitvoer te leggen en dan terug te sturen. Maar dat ging op een gegeven moment een beetje schuren, dat oude systeem. Van voor het Haags bewijsverdrag, dus verdrag van 1954 en et cetera. En tegelijkertijd zag je dat ook na de Tweede Wereldoorlog kwamen steeds meer procedures op. Ook in Amerika en was men eigenlijk een beetje ontevreden dat daar geen discovery-achtig instrument ook gevonden kon worden onder het Haags bewijsverdrag, of onder de voorlopers van het Haags bewijsverdrag. Dus je ziet dat er uiteindelijk de indirecte methode in het Haags bewijsverdrag is terug te vinden. Dat is, om even simpel te zeggen, de Europese gehanteerde methode. Dus dat verzoek van de ene rechter naar de andere rechter. En je hebt ook de directe methode, die echt op voorspraak van de Engelstalige landen is ingevoerd, Verenigd Koninkrijk, Amerika. Die werken vaak met dat je iemand stuurt om het verdrag te gaan verzamelen. Commissioner wordt dat genoemd onder het verdrag. Dus ja, dat is een andere manier van bewijs verzamelen. Zeker ook als je denkt aan de pre-trial discovery. Hè, advocaten gaan aan de slag, die zorgen dat het bewijs verzameld wordt. En dan vervolgens start de procedurele fase, echt de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dus daarom, die landen werken op die methode. En dat instrument is daar ook daarom terug te vinden in het Haags bewijsverdrag. Nou, heel kort, het Haags bewijsverdrag heeft een aantal formaliteiten, weigeringsgronden, voorschriften. Nou, dat is allemaal een vooruitgang van hoe het eerst was. Er was er wat minder te vinden in de vorige verdragen. Dus het is wat meer ingekaderd. Maar je ziet nog steeds dat bijvoorbeeld weigeringsgronden van toepassing zijn die soevereiniteit met zich meebrengen. En je kunt zelfs de directe methode als Europees land uitsluiten. Wat dus ten nadele gaat van de Amerika en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, die kunnen dat dan niet gebruiken. Dat kun je als verdragsstaat zeggen van dat wil ik niet op mijn grondgebied, dan blijft in feite alleen de indirecte methode over. Dus je ziet, en dat wil ik even benadrukken, bij het Haags bewijsverdrag zie je nog heel veel soevereiniteitselementen. In ieder geval als je het vergelijkt met de Europese bewijsverordening. En laatste punt, je ziet ook bij de directe methode dat die alleen op basis van vrijwilligheid kan worden toegepast. Dat ging een beetje schuren, want zoals ik al zei, de directe methode kon worden uitgesloten. Dus met andere woorden, partijen die dan betrokken waren in de Amerikaanse procedure, konden dan op die manier geen bewijs over de grens verzamelen. Nou, op een gegeven moment kwam er dus rechtspraak in Amerika op van in hoeverre is dat Haags bewijsverdrag nou wel of niet exclusief voor ons? Kunnen wij met andere woorden op een andere manier bewijs in het buitenland verzamelen? Nou, uiteindelijk werd dan ook gezegd in de Amerikaanse jurisprudentie, dit verdrag is niet exclusief. Met andere woorden, we kunnen ook op basis van een federaal civiel procesrecht bewijs verzamelen. En de bekendste zaak is de El Spaciale zaak, die door het Amerikaanse Hoge Rechtshof werd besloten. Het Hof heeft een aantal punten besproken, waaronder dat Amerika dat het niet logisch zou zijn dat Amerika partij zou worden bij een verdrag, wat in feite beperking zou opleveren op de bewijsverkrijgingsmogelijkheden voor partijen in de Amerikaanse procedures. Ze keken ook naar de formuleringen van het verdrag, dat het echt bedoeld was om te helpen in de bewijsverzameling en nog een aantal andere argumenten.
En ik bespreek dit omdat we dit later ook bij de EU-bewijsverordening zullen terugkomen. Maar conclusie, optioneel instrument. En je ziet dus ook dat ja, met van die in-person injunctions, echt buitenlandse partijen werden verplicht om bewijs te overleggen. Dat gaf nog wel eens problemen als een partij uit bijvoorbeeld Frankrijk kwam. De Franse wet zegt nog steeds van, dat je dat via een verdrag moet doen als dat van toepassing is. En dat je anders ja, sancties krijgt als partij als je daar aan meewerkt. Dus met andere woorden, Franse partijen kwamen aan een spagaat. Dat ze zeiden, als we meewerken, dan krijgen we sancties op basis van Frans recht. En als we niet meewerken, dan wordt de Amerikaanse rechter ontevreden met ons en krijgen we daar sancties te verduren. Dus dat zag je toen op een gegeven moment een beetje opkomen. Hoge Raad heeft nog geen arrest gewezen over het Haagse bewijsverdrag, of dat wel of niet exclusief is. Ik ben één uitspraak tegengekomen van de rechtbank Almelo. En die haakt in feite aan bij rechtspraak over de EU-bewijsverordening. En in een notendop heeft de rechtbank gezegd: de EU-bewijsverordening is niet exclusief. Die verordening is gebaseerd op het Haagse bewijsverdrag. Dus daarom denken we dat dat verdrag ook niet exclusief is. Maar dat is voor zover mij bekend het enige, de enige Nederlandse uitspraak ten aanzien van dit verdrag. En wat je ook ziet, want de rechtspraak is schaars, maar je ziet dus ook wel eens dat in Nederland uitspraken in andere landen te vinden zijn, dat een buitenlandse partij zegt van nee, we willen dit via een verdrag spelen. Hier was de procedure als volgt. Eerst was in Amerika een procedure, had daar plaatsgevangen, daar hadden partijen stukken gedeeld. Daar was een protective order op toegepast, dus met andere woorden een geheimhoudingsverplichting voor partijen dat ze dat niet buiten de rechtszaal mochten delen. Later werd tussen dezelfde partijen procedure in Nederland opgestart en zeiden ze, hey, die informatie is toen gedeeld, we willen die hier inbrengen. Dus je ziet dat dan op basis van het Haagse bewijsverdrag zou dat wellicht geweigerd kunnen worden, maar hier op basis van het Nederlands procesrecht kwam de rechter tot de conclusie dat het geen gewichtige reden was in het kader van artikel 43a arrestvordering. En dat het dus overlegd moest worden. Dus ook hier zie je dan die niet-exclusiviteit opvatting in terugkomen. Een hele hoop informatie even in het kort over de geschiedenis. Mochten dingen niet duidelijk zijn, dan hoor ik het graag. Maar wat zag je dan gebeuren bij de bewijsverordening? Dat men zei van dat verdrag. Dat was gebaseerd op dat je de ene rechter direct aan de andere staat in de centrale autoriteit het stuk stuurde. Dus niet meer via al die ministeries. Centrale autoriteit stuurde dat vervolgens naar de rechtbank van de aangezochte staat. Maar daar ging wat tijd overheen. En als zo'n verzoek moest worden uitgeoefend, waren er ook niet echt strikte deadlines en dergelijke. Dus dat gaf wat frustratie. Zeker ook omdat niet alle Europese landen meededen aan het Haagse bewijsverdrag. Dus men bedacht, nou, we gaan een verordening creëren. Daar is het voordeel van dat in beginsel alle Europese Unie-lidstaten daaraan meedoen. Behouden ze Denemarken dus. En men bedacht dus ook dat de methode van verzending anders zou worden, namelijk direct van de ene rechtbank naar de rechtbank van de andere, van de aangezochte lidstaat. Dus daar zie je al een verschil met het Haagse bewijsverdrag. Er is een schakel tussenuit gegaan. Dat is één. Ten tweede wordt onder de verordening, in tegenstelling tot het Haagse bewijsverdrag, gewerkt met modelformulieren. Dus dat maakt het een en ander een stuk gemakkelijker. Je kunt in feite dingen aankruisen. Die formulieren zijn in elke taal een beetje hetzelfde opgesteld, zodat je makkelijker ziet van wat wordt precies gevraagd en welke hokje is hier aangevinkt. Dus het gaat allemaal een stukje sneller. Zeker ook omdat de verordening werkt met tijdslimieten. Dus de verordening heeft duidelijk staan, als een verzoek binnenkomt, dat verzoek wordt ingediend met formulier A. Als je het ontvangt, gebruik je formulier B, stuur je een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen, bijvoorbeeld dat soort constructies. Vervolgens kijk je of dat een weigeringsgrond wel of niet van toepassing is. Ook daar heb je zoveel dagen de tijd voor. Dus dat is allemaal wat strakker vormgegeven, in de hoop dus ook dat het een en ander sneller zou verlopen. En je ziet, waar ik eerder al over sprak met Haagse bewijsverdrag, die soevereiniteitsweigeringsgronden,
die zijn bij de Europese bewijsverordening nagenoeg verdwenen. Dus in het kader van wat ik erboven heb vermeld, de tamperenconclusies en het hele idee van de Europese samenwerking burgerlijke zaken, je wederzijds vertrouwen, wederzijdse erkenning. Dus daar past minder bij dat je soevereiniteitsweigering schoenen hebt. Je vertrouwt elkaar wat meer en er zijn dus minder redenen om dingen te beletten. Dus dat zie je echt terugkomen in de bewijsverordening. Dus het verzoek komt binnen, dan gaan we zo kijken hoe dat systeem werkt en gaat rechtstreeks naar de andere lidstaat. Die centrale autoriteit bij het Haagse bewijsverdrag, wat functioneerde als doorgeefluik, wordt bij de Europese bewijsverordening vooral gezien als een informatieverstrekkende of probleemoplossende autoriteit. En mag slechts in de uitzonderingsgevallen zo'n verzoek doorsturen en ontvangen. En dat is bijvoorbeeld als de brand is in het gebouw van de aangezochte rechtbank, dus dat tijdelijk eventjes niet operationeel is. Dus zie je de systematiek. Indirecte methode, dus die oude rogetorencommissie, het verzoek van de ene rechter naar de andere rechter. Wat ik al zei, je hebt het modelformulier onder de Europese bewijsverordening. En dan gaat de systematiek als volgt dus. 7 dagen om een ontvangstbevestiging te geven met formulier B. Je kijkt als rechter of dat aan alle inhoudelijke vereisten is voldaan. Als dat niet zo is, gebruik je formulier C, geef je ook een bericht binnen 30 dagen en krijgt de verzoekende rechter een herkansing om een verbeterd verzoek in te dienen. Nou, als die herkansing goed slaagt, dan moet het een uitvoerlegging plaatsvinden binnen 90 dagen. Zo niet, dan is dat een weigeringsgrond om het verzoek af te wijzen. We hebben onder de Europese bewijsverordening ook nog een paar andere weigeringsgronden. Namelijk, je moet als verzoekende rechter aangeven: goh, heeft de persoon op basis van mijn recht een verschoningsrecht of een ander getuigenverbod bijvoorbeeld. Dat moet je vermelden, maar het kan ook zo zijn dat onder het recht van de aangezochte EU-lidstaat een verschoningsrecht geldt of een ander getuigenverbod, waardoor het verzoek of kan worden afgewezen of in ieder geval gedeeltelijk maar ten uitvoer kan worden gelegd. Een andere weigeringsgrond die zie je vaak terugkomen is dat het geen rechterlijke taak is. Dus dat je in feite als rechter aan de andere rechter iets vraagt wat niet tot zijn takenpakket hoort, dan kan dat ook worden afgewezen. Ik zit even na te denken, wat zou het nou bijvoorbeeld zijn? Dat je bijvoorbeeld vraagt van neem DNA zelf af bij iemand bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk geen taak voor een rechter om dat te doen. Dat gaat op een andere manier. Vindt dat plaats? Ja, wat ik al zei, als het verzoek niet tijdig wordt verbeterd, dan is het afwijzingsgrond. Alleen kun je je afvragen of dat wel helemaal gewenst is, omdat dit hele systeem is bedoeld om het te vergemakkelijken en verspoedigen. Dus persoonlijk zou ik zeggen van geef eerder een herkansing, want dan is de kans groter dat het alsnog uiteindelijk succesvol wordt. Maar het is een wijzigingsgrond, dat wilde ik eventjes meegeven. En er is ook nog een wijzigingsgrond met een depositovoorschot als dat niet wordt gestort, terwijl het wel is gevraagd. Maar kortom, bij de informele methode, verzoek van de ene rechtbank aan de andere rechtbank, heb je geen weigeringsgrond op basis van soevereiniteit. Dat is anders, want de bewijsverordening heeft twee methodes, net zoals het bewijsverdrag. Daar had je ook dat verzoek en de directe methode met die commissioner. Hier heb je. Bij de bewijsverordening heb je de indirecte methode, verzoek van de ene rechtbank aan de andere rechtbank, en de directe methode. Directe methode wil zeggen dat jij als rechter, of als een van jouw functionarissen, of iemand die je aanwijst, zegt van: ik wil vanuit Nederland bijvoorbeeld zelf in Spanje een terrein gaan observeren of een getuige gaan horen. Dus ik ga dat allemaal zelf doen. Daar moet je wel toestemming voor vragen. Dus hoe gaat dat dan? Die centrale autoriteit, dat centrale orgaan, zoals dat heet onder bewijsvorming, moet je dan verzoeken met een apart formulier om goedkeuring. Centrale autoriteit binnen weer een aantal deadlines kan dat verzoek toe- of afwijzen. Bij toewijzing kunnen er ook voorwaarden worden opgelegd.
En als je dan uiteindelijk het groene licht hebt, dan kun je dus zelf in het buitenland bewijs gaan verzamelen. Dus dat is de directe methode. Het nadeel daarvan is dat daar geen dwangmaatregelen kunnen worden gebruikt. Dus dat is ook hier op basis van vrijwilligheid. En de centrale orgaan kan ook weigeren om goedkeuring te verlenen als fundamentele beginselen van de staat dreigen te worden geschaad. Dus daar zie je nog een soort van weerslag van een soevereiniteitsweigeringsgrond, die je bij de indirecte methode niet terug ziet komen. Ik merkte dat ik op mijn eigen computer verder was dan bij u. Dus de slide alsnog waar de informatie op vermeld staat. Nou, dat kan eventjes gebeuren bij digitaal presenteren. Als we nou kijken naar de herschikking, dan is eigenlijk het systeem redelijk ongewijzigd gebleven, behalve een paar punten. Je ziet, men wilde vooral op digitalisering inzetten, dus gebruik van de videoconferentie hier voornamelijk stimuleren. En dan vooral ook onder de directe methode. Dus die methode dat je iemand vanuit jouw rechtbank aanwijst of een medewerker stuurt naar het buitenland om daar bewijs te verzamelen. Dat kan dus ook als je een getuige voor wil laten plaatsvinden via de videoconferentie en die persoon zelf wil ondervragen vanuit jouw rechtbank in Nederland bijvoorbeeld. Daar zijn stappen voor genomen om dat te stimuleren en aan te moedigen. Vervolgens heeft men ook nog geprobeerd om de term gerecht te verduidelijken, want uit de evaluaties kwamen naar voren dat ja, men toch in de praktijk moeite had om die term te duiden. Vallen arbitrale gerechten daar nou wel of niet onder, bijvoorbeeld? Dus daar is de definitie aan gegeven. Het was het idee om onder de directe methode dwangmaatregelen mogelijk te maken. Uiteindelijk is dat toch geschrapt. Dat is nadelig wat mij betreft, want je ziet dat de directe methode niet echt gebruikt wordt als je de evaluaties mag geloven. Dat men dan toch in dat geval liever kiest om de lex fori toe te passen. Omdat je eenmaal geen dwangmaatregelen hebt. Dus met andere woorden, een niet meewerkende getuige kun je op basis van de directe methode niet dwingen om een verklaring af te geven. Dat kan op basis van de indirecte methode wel, alleen is daar het nadeel. Dus dat, om het zo maar even te formuleren, dat de buitenlandse rechter die je aangezocht hebt, dat die het voorhoor afneemt. Dan kunnen wel dwangmaatregelen worden toegepast. En één punt wat ik nog wil benoemen, wat opmerkelijk is. Men heeft teruggegrepen naar een ouderwetse methode, als ik het zelf zo mag formuleren. Namelijk bewijsverkrijging weer op basis van diplomatieke of consulaire methoden door dergelijke ambtenaren. Die kunnen nou op basis van de EU-bewijsverordening, zoals vroeger, bewijs verkrijgen in het buitenland, dus in het land waar ze gestationeerd zijn. Kunnen zij zonder toestemming van het centrale orgaan van de andere EU-lidstaat, kunnen zij dan ja, onderdanen van de staat die zij vertegenwoordigen ondervragen en het bewijs terugsturen. Dus dat is een wijziging die nu in de herschikking is terug te vinden. Ik heb hem hier nog even schematisch weergegeven. Dit is ook in mijn werk terug te vinden, maar je hebt dus nou in feite een indirecte methode, dus die verzoekprocedure van de ene rechtbank aan de andere rechtbank, de Hoge Toren Commissie methode. En je hebt dus nu twee directe methodes. Dus eerst die directe methode, dat je als rechter vanuit Nederland in bijvoorbeeld Spanje bewijs wil gaan verkrijgen door getuigen voor of een plek te observeren. En je hebt de tweede directe methode. Dat je vraagt aan bijvoorbeeld de Nederlandse ambassadeur of medewerker van het consulaat om het bewijs namens jou te verzamelen en terug te sturen. Tot zover punten die uit de herschikking naar voren komen. Er zijn ook een paar kritiekpunten in de literatuur terug te vinden.
Men had moeite met de term gerecht, van wat is nou wel of niet een gerecht en valt een arbitragegerecht er wel of niet onder. Maar in de evaluatie zie je ook dat men ook moeite had met termen zoals bewijs of wanneer is nou een procedure aanhangig voorgenomen en wat is überhaupt een procedure. Daar is geen antwoord op gekomen. Vind ik persoonlijk een gemis, het is voor mij niet duidelijk waarom men dat niet aangepakt heeft. En vervolgens zie je ook die verzoekprocedure, die indirecte methode. Daar moet je dan het verzoek ook aangeven in de taal van de aangezochte lidstaat of een van de officiële talen. Je zou ook kunnen zeggen van, nou, we doen het dan in het Engels, dan gaat het misschien een stuk sneller, maar daar is uiteindelijk ook niet voor gekozen. Wellicht wat ik in de literatuur las, omdat sommige materie heel ingewikkeld is om dat in het Engels allemaal neer te zetten. Dat is in ieder geval wat ik daarvan heb meegekregen op basis van literatuur. Er zijn nogal wel een paar punten. Ook de tweede is zeker eentje uit mijn eigen koker. Je ziet bij naast bewijsverdrag dat ook een verschoningsrecht op basis van het land van een derde staat, dus een land wat er niet bij betrokken is, zou nog eventueel gehonoreerd kunnen worden. Maar hier bij de bewijsverordening zie je alleen verschoningsrecht onder het, of vergaarbaarheidsplicht onder het land van het verzoekende gerecht of onder het land van de aangezochte rechter. Dus de verzoekende lidstaat, dus de aangezochte lidstaat. Dus daar zit wellicht een beetje een teruggang in qua bescherming van procedurele rechten. Wat juist een van de doelstellingen was, wat je ook ziet in de preambule om de herschikking op te stellen. Dus dat is het persoonlijke kritiekpunt vanuit mij, vanuit mijn onderzoek, van nou, hadden we daar wellicht een andere regel willen terugzien. Tegelijkertijd kan ik het mezelf dan weerleggen, want als de Lex Fori zegt, Nederlands recht bijvoorbeeld, zegt van we houden rekening met verschoningsrecht van Nederlands recht, maar ook verschoningsrecht van buitenlandse staten, hypothetisch, dan zit het daar natuurlijk die bescherming automatisch ingebakken. Dus het is maar net een beetje per land hoe het recht luidt. Wat ik al zei, geen optie voor dwangmaatregelen bij de directe methode. Dat is, wordt als een gemis waarschijnlijk gezien. Je hebt ook de verplichting in feite om onder de herschikking elektronisch te gaan communiceren in beginsel tussen de gerechten. Dus rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld moet naar de rechtbank Madrid het verzoek digitaal sturen. Er wordt ook digitaal teruggestuurd, het bewijs. Daar is het op ingezet. Dus dat is ook onder de herschikking een van de grote veranderingen, dat je niet meer met papieren werkt, maar in beginsel dus digitaal. Tenzij je hele grote stapels hebt die je wilt meesturen of het bewijs niet geschikt is om het digitaal terug te sturen. Maar daar zit dan een disclaimer bij van ja, tenzij het volgens de aangezochte rechten niet gepast of iets dergelijks. Dus hoe hard is die verplichting? Dat moet nog een beetje in de praktijk blijken. En je ziet ook dat de bewijsverordening zegt van een stuk wat je hebt teruggekregen mag niet in de procedure louter worden uitgesloten op basis van de elektronische digitale vorm. Sommigen zeggen van dat is iets eigenlijk wat meer op basis van nationaal recht zou moeten worden besloten, maar dat is in ieder geval vanuit de EU-bewijsverordening dat volgt. Als je zo dus iets hebt, dat dat niet de enige reden mag zijn om zo'n stuk buiten de procedure te laten. Dat zijn gewoon bijzondere punten die in zo'n bewijsverordening opvallen als je het nader bekijkt. Ook hier de vraag: is die bewijsverordening nou wel of niet exclusief? Zeker ook als je denkt aan die soevereiniteitsweigeringsgrond op basis van de directe methode. Hier is rechtspraak geweest van het Europees Hof van Justitie. En het korte antwoord is de bewijsverordening is niet exclusief. Dus met andere woorden, dat was de Lippens Kortekaaszaak. Er was een procedure in Nederland, Nederlandse partij, Belgische tegenpartij. En die Belgische partij werd gehoord op verzoek van de Nederlandse partij. De Belgische partij gaf de voorkeur aan de EU-bewijsverordening. Maar de rechter zei in feite van nee, je bent hier verschenen al voor mijn gerecht. Ik heb rechtsmacht over jou, over de procedure. En we gaan het op basis van het Nederlands procesrecht doen.
Dat kan. En je kunt zelfs ook volgens het Hof van Justitie daar consequenties aan verbinden op basis van Nederlands recht, nationaal recht. Als iemand niet wil meewerken, dan kun je dus bijvoorbeeld de gevolgtrekking maken die je geraden acht. Dat kan allemaal, dat heeft het Hof van Justitie bepaald. Dus hier is de essentie. Prijsverordening is een middel wat je helpt. Maar als jij denkt als rechter, het is makkelijker om op basis van mijn nationaal recht te verkrijgen, dan kan dat en kun je voor het nationaal recht kiezen. Dat kwam een beetje voort uit deze rechtspraak. ProRail bouwt daar iets op voort, maar maakt ook wel een belangrijke uitzondering. Hier ging het over Belgische procedure, het is precies andersom. Bewijs moest worden verkregen in Nederland en bewijs moest naar aanleiding van een ongeluk op het spoor verkregen worden met deskundig bewijs op en rond het spoor. Je kunt je voorstellen, dat geeft nogal wat overlast voor het functioneren van de rest van de samenleving. Het spoor moet stilgelegd worden en wat dan ook. Dus daar kun je niet zomaar naartoe. Rechtspraak maakt hier duidelijk. In beginsel, bij deskundige bewijs in het buitenland, is de bewijsverordening niet exclusief. Maar er zijn plekken, of er zijn omstandigheden zoals dat een plek niet voor iedereen toegankelijk is, hè, dat er echt openbaar gezag aan de orde moet komen om deuren open te maken of de boel stil te leggen. Dan krijg je dus wel die situatie dat het bewijsverdrag exclusief gaat werken en andere situaties waar de uitoefening, waar de bewijsverordening of de bewijsverkrijging effect heeft op de uitoefening van het gezag van de andere staat. Ook dan geldt de bewijsverordening als exclusief. Nou, wat wil dat volgens mij simpel gezegd zeggen? Als je bijvoorbeeld dwang gaat toepassen in het buitenland, dus die getuigen wel met dwangmaatregelen wil laten horen, of ja, bij wijze van spreken deuren moet openbreken of iets dergelijks, dan wat mij betreft heb je dan een situatie te pakken dat je bewijsverkrijging krijgt die invloed heeft op het gezag van een andere staat en zou je dus de bewijsverordening als exclusief moeten toepassen. Even kijken. Ja, oké. Okay. Dus dat is in een notendop de bewijsverordening met de indirecte methode, directe methode die niet veel gebruikt wordt en de exclusiviteit. Ik zei het al, als je als rechter op basis van je eigen procesrecht bewijs wil verkrijgen, dan kan dat. Dan moet je er wel voor zorgen dat je rechtsmacht hebt. Want in feite, als je rechtsmacht hebt, dan heb je bevoegdheid materieel gezien over de zaak en heb je ook invloed over partijen. En kun je dus een exhibitiebevel bijvoorbeeld gaan opleggen. Hier is ook rechtspraak van de Hoge Raad over. De Hoge Raad heeft zelfs gezegd, ook afzonderlijk artikel 843a procedure kun je de bevoegdheid, de rechtsmacht over hebben. Gewoon de procedure aan zich. Dus dan kun je partijen verplichten om bewijs te overleggen. En dan kan het zo zijn dat men een soort ook een vormshoppingsconstructie heeft gehad. Dat ze vervolgens dat bewijs gaan overleggen in de buitenlandse procedure die ze daarna gaan opstarten, dat kan volgens de Hoge Raad. Om te weten wanneer er sprake is van rechtsmacht, moeten we naar een ander instrument, de Brussel 1 bis-verordening, onder andere. En dan moet je dus kijken van, nou, valt de zaak onder de verordening? Heb ik rechtsmacht, volledige rechtsmacht? Zo ja, dan ben ik volledig bevoegd om op basis van Nederlands procesrecht bewijsverkrijging te laten verlopen. Het kan zijn dat dat op basis van een ander instrument moet gebeuren als de Brussel 1 bis-verordening niet van toepassing is. Mocht er geen enkel interstatelijk instrument van toepassing zijn, dan val je als rechter terug op de algemene regels van artikel 1 tot 14 rechtsvordering. Ook dan kun je rechtsmacht onderzoeken of dat je rechtsmacht hebt. Maar verdere toelichting verwijs ik daar naar een van mijn artikelen, waarin ik nader inga op die artikelen en ook een vergelijking maak met de Europese regeling. Nou ja, dat is uiteindelijk de onderliggende vraag. Waarom zou ik nou voor bewijsverdrag of bewijsverordening
kiezen. Of voor mijn eigen procesrecht. Nou, een van de redenen die je dan terug ziet komen is, ja, wat leidt tot de meeste efficiëntie? En wat is voor mij ook soms het makkelijkste? Dan kom je al gauw soms bij je lex fori terecht, als het sneller is en ook makkelijker. En voor makkelijker geef ik bijvoorbeeld vanuit Engels perspectief even voorheen. Het voorbeeld, zij werken bijvoorbeeld met cross-examinations. Als je dat gaat vragen aan de rechtbank van een andere staat, dan krijg je wel een situatie dat je denkt van ja, wordt dat nou helemaal op de manier uitgevoerd zoals ik het wil bijvoorbeeld? Wordt het geweigerd? In Nederlands recht, voor zover ik begrepen heb, is het niet verboden, maar het vindt zelden tot nooit plaats. Maar daar zie je dus wel situaties dat rechter dan liever wellicht op basis van zijn eigen procesrechten die bewijsverkrijging wil laten verlopen. En wat ik al zei, als je voor je eigen recht kiest, dan heb je in ieder geval niet te maken met soevereiniteitsweigeringsgronden die kunnen worden ingeroepen door een buitenlandse staat. Dus dat kan ook een reden zijn om voor de lex fori te kiezen. Maar let wel, dat kan dus alleen als er sprake is van volledige rechtsmacht. Dan komen we dus bij de situatie dat de rechter geen rechtsmacht heeft over de procedure. Dat is artikel 35 bijvoorbeeld van de Brussel 1 bis verordening. Dan zie je in de Brussel 1 bis verordening staan dat er alleen voorlopige en bewarende maatregelen kunnen worden gelast. Dus wat ik al eerder zei, er is bewijs wat zich bevindt in bijvoorbeeld Nederland. De procedure vindt plaats in Frankrijk. En ja, de Nederlandse getuige is niet betrokken bij die procedure. Nou, kun je dan bijvoorbeeld de Nederlandse rechter vragen, goh, gelast een getuige voor, zodat ik de informatie die uit volgt kan inbrengen in de Franse procedure? In principe kan dat niet. Daar heb je ook het bekende arrest Saint-Paul Derry. Daar was zo'n situatie dat Nederlandse voorlopige getuige voor werd verzocht. En dan krijg je dus de situatie dat een rechter die niet bevoegd is over de bodemprocedure zou gaan meehelpen. En Nederlandse voorlopige getuige voor, een van de kenmerken daarvan is dus dat je kunt gaan kijken of dat je wel of geen zaak hebt. Dat is iets anders dan enkel zo'n getuigenverhoor gelasten om het bewijs te bewaren. Dus met andere woorden, de Hof van Justitie heeft gezegd dat gaat te ver. De bodemrechter die bepaalt hoe het bewijs verzameld wordt. Daar mag een rechter die in mijn woorden die geen rechtsmacht heeft in feite geen ja, daar niet mee bemoeien. Dat is ook uiteindelijk vastgelegd in de Brussel 1 bis verordening. Dus daar staat ook van onder voorlopige en bewarende maatregelen wordt niet verstaan, in even samengevat, een Nederlandse voorlopige getuige voor. Ik denk, als je de rechtspraak leest, dat dat misschien iets anders gecodificeerd had moeten worden. Namelijk, je hebt even een hypothetische situatie, dat je een getuige hebt die niet lang meer te leven heeft. Wat doe je dan? Eenmaal als die Franse procedure is opgestart en inhoudelijke behandeling van de zaak is begonnen, is grote kans dat die getuige was overleden. Stel hij is ook bedlegerig, ga je hem ook niet meer naar een andere locatie krijgen. En de bewijsverordening, die heeft van die termijnen. Maar ja, het kan dus zijn dat er, want het moet worden ten uitvoer gelegd binnen 90 dagen. Als die getuige al binnen 90 dagen overlijdt, ben je dus te laat. Dus wat doe je dan? Dan denk ik, kun je op basis van artikel 35, kun je dan in dit geval de Nederlandse rechter verzoeken om die getuigen te horen. Op een speciale manier, namelijk in ieder geval in afwezigheid van partijen, wat mij betreft, zodat niet ja, informatie doorcijpelt van ja, wat zijn nou wel of niet de kansen van de procedure en dat moet vervolgens bewaard worden. Dus een beetje op die manier, net zoals dat je kijkt van is informatie wel of niet verschoningsgerechtigd. Een rechter die kijkt daarnaar en dat is niet de rechter die uiteindelijk de procedure in de bodemzaak behandelt. Dat is een andere rechter. Even om die check los te laten van wat voor informatie is het en is het wel of niet verschoningsrechtigd.
zou je ook hier kunnen doen door die informatie van die getuigen op te vragen, te bewaren. En dan als de Franse rechter daarom verzoekt om het dan pas vrij te geven, dan heb je in ieder geval het voordeel dat je het nog hebt kunnen krijgen als andere methodes te lang duren. En het andere voordeel is dat de Nederlandse rechter zich daar niet inhoudelijk gaat mengen met die Franse procedure. Dus dat je zo de rechtsmachtverdeling, die volgt uit de Brussel 1 bis verordening en ook de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat je dat respecteert. Dat is wat mij betreft een van de weinige situaties die ik kan bedenken, dat je dus op basis van Brussel 1 bis toch nog bewijs kunt verzamelen. Want als je bewijs gaat verzamelen, dan schuurt dat een beetje zoals je wellicht kunt aanvoeren met het bewarende element. Dan ga je wellicht verder dan bewarend als het meer. Als de geest eenmaal uit de fles is, om het zo maar te formuleren, dan kun je hem niet meer makkelijk terugstoppen. Dus wellicht was dit eventjes een tsunami van heel veel informatie over het Europese bewijsrechtssysteem. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden van in welke situatie je welk instrument nou moet gaan gebruiken. Ik heb hem hier nog eventjes op de slide gezet. Dus je hebt de lex fori, bewijsverordening en de herschikking Brussel, of artikel 35 van de EEX, Brussel 1 bis verordening en de vrijwillige methode. Dat zijn in feite de vier methodes om grensoverschrijdend bewijs te verkrijgen. En mocht je dit nou nog verder naar willen lezen, ik heb hier een aantal werken vermeld op mijn slide, die zijn open access te vinden. Mijn proefschrift is in het Engels geschreven, net zoals het onderstaande artikel over de plannen om de bewijsverordening te herschikken. En het middelste artikel gaat over de rechtsmachtbepaling, onder andere van artikel 1 tot 14 rechtsvordering. Van hoe kun je nou, hoe ver kun je nou gaan als partij, als rechter, om bewijs te verkrijgen op basis van die instrumenten. René, heel hartelijk dank voor een heel volledige presentatie met elementen vanuit het Romeins recht via Haaksverdrag tot bewijsverordening en Brussel 1. Dus ik denk dat je echt een heel volledig kader hebt geschetst. Ja, en dat ook even zeggen dat ja, we zijn hier een klein groepje, maar we moeten ook denken aan de rechters die zich ingeschreven hebben voor de webinar en die misschien ook geïnteresseerd zijn door wat René al toelichtte, met name de heel belangrijke rol van formulieren en procedures, heel specifieke procedures voor de werking van de bewijsverordening. Wat we dachten was om dit toe te lichten aan de hand van een concreet voorbeeld, een simulatie te maken. En hiervoor heb ik mijn collega Jona Israël bereid gevonden om te helpen. En meer concreet, ja, in het dagelijks leven zijn wij dus collega's in Maastricht en zitten we allebei samen met Mayela binnen het IPR-clubje, zou ik zeggen. Maar vandaag gaan wij een andere rol spelen. En met name dachten we dat wij gebruik zouden kunnen maken van een casus die we allebei goed kennen, als fans van de bakspletwedstrijd. Vorig jaar, niet dit jaar, maar vorig jaar was er een element van de casus van die pleitwedstrijd waar wij aan de studenten gevraagd hebben om zich te buigen over deze bewijsverordening. We hebben gebruik gemaakt van deze situatie om dan ja, de praktische werking van de verordening toe te lichten. Of dat is althans onze bedoeling. We zullen zien of het ons lukt. Goed, en dus Jona is vanmiddag de Nederlandse rechter die bewijs in Spanje wil laten uitvoeren. En ik ben de Spaanse rechter van dienst die al dan niet zal op basis van de bewijsverordening het bewijs voor Jona proberen te vergaren.
Goed, dat is de introductie. En mag ik dan mijn collega Jona Israël uitnodigen om te beginnen met de presentatie en met de PowerPoint? Daar gaan we. Die is nu te zien, denk ik. Ik kijk even naar Mariella. Die bevestigt dat de presentatie is inderdaad te zien. Dus dat was heel mooi. Ja, zoals Mart al aangaf, wij hebben ook gekozen voor een duidelijk meer praktische insteek. Als het gaat om de bewijsvordering, dat is ook onderdeel van het DigiCard-project natuurlijk. Omdat een van de redenen eventueel voor het ondergebruik van de verordening gelegen zou kunnen zijn in het onbekende. Met het instrument en hoe die werkt. De casus waar Mart daar over sprak, moet ik even. Dat is deze, maar die gaan we, dat hadden studenten vorig jaar bij de Pax Moot-koord te verwerken. Een heel ingewikkelde oefening over een schip dat werd gebunkerd in, tenminste in de casus was het Antwerpen met olie. Vervolgens richting Spanje voer onderweg motorproblemen kreeg en een van de vorderingen die werd ingesteld was er zou niet voor de olie verbandstof zijn betaald. Hoe dan ook, de casus. Laten we hem snel vereenvoudigen tot waar Marta en ik verder kunnen. Een schip gebunkerd, en we plaatsen even naar Rotterdam, een schip gebunkerd in Rotterdam. Die ligt inmiddels in Spanje, in Algeciras. En Marta kan dat beter uitspreken dan ik, heb ik begrepen. Door de vordering ingesteld bij de rechter te Rotterdam voor het niet betalen van de bunkering. En er komt een tegenvordering als het gaat om de kwaliteit van de brandstof die zou hebben geleid tot motorschade. Tijdens de procedure kwam één vraag aan de orde van: kan een Nederlandse rechter nu onderzoek laten verrichten naar de oorzaak van de schade aan het schip en of de brandstof daarbij een rol heeft gespeeld? Goed, dat was dan even heel kort de aanleiding en de vraag die zich dan bij de Nederlandse rechter stelt van welke wegen leiden dan eventueel naar Algeciras? En een deel is natuurlijk al ruim toegelicht door René, de vorige spreker. En Mart en ik willen vooral even kijken naar hoe dan dat praktisch vorm zal geven binnen de verordening. Voordat we binnen de verordening zijn, nog even kort. De verordening is niet exclusief. Voor de Nederlandse rechter blijft natuurlijk ook heel goed mogelijk buiten de verordening te gaan. Dat is in zekere zin eigenlijk nog een directere methode dan de directe methode binnen de verordening. En dat heeft te maken met het verzoek dat ook bij de directe methode binnen de verordening toch moet worden gedaan. Wij focussen op de wegen voor bewijsverkrijging in het buitenland via de verordening. Er zijn natuurlijk altijd een paar overwegingen die daarbij een rol zullen spelen, maar die zijn voor de meeste zullen die bekend zijn. Dat zijn enerzijds natuurlijk praktische overwegingen, die vaak samenhangen ook met de kosten van het bijvoorbeeld aanstellen van een Nederlandse deskundige die dan vervolgens naar het buitenland moet. En soms is het praktischer, efficiënter en goedkoper om via een buitenlandse rechter te plaatsen waar onderzoek moet worden verricht. Om daar een deskundige te benoemen. Een ander praktisch voordeel, in ieder geval volgens de commissie, is natuurlijk dat de verordening en de wijze van bewijsverkrijging gestroomlijnd is. Helaas gaat die stroomleiding dan gepaard met een enorme hoeveelheid aan formulieren die eigenlijk per se gebruikt moeten worden en over en weer moeten worden gestuurd. En wij hopen de meeste formulieren enigszins gestructureerd aan bod te laten komen. En een ander voordeel van de verordening is natuurlijk dat de bewijsverkrijging wel via vaste lijnen, via vaste procedures verloopt. Daarnaast hebben we natuurlijk de juridische overwegingen, die heeft René ook al genoemd. Het ontbreken van dwangmiddelen voor
de Nederlandse rechter om buiten de verordening om bewijs te verkrijgen in een andere lidstaat, in ons geval Spanje. En we hebben natuurlijk in ons geval was het een beetje de vraag, dat schip lag inmiddels in een internationale haven. En of dat daarmee de grenzen van ProRail eigenlijk zouden worden bereikt. Hè? Dat de uitoefening van openbaar gezag niet helemaal hetzelfde als de Nederlandse spoorwegen. Maar toch is dat een vraag die daarbij een rol kan spelen. Goed. Binnen de verordening en even kort naar de opbouw. Dat is toch altijd kan verhelderend werken om de opbouw van een verordening even voor ogen te hebben. De kern van de verordening ligt natuurlijk in hoofdstuk 2. Dat is de praktische uitvoering van bewijsverkrijging in andere lidstaten. Afdeling 1, verzending, ontvangst. De indirecte methode in afdeling 3. De directe methode in 4. En dan hebben we een afdeling over kosten in 5. En dan hebben we eigenlijk na de slotbepaling een annex met formulieren, 14 verschillende formulieren van A tot en met N. En de bedoeling is dat je die op het juiste moment, in het juiste geval, weet te gebruiken. Dan binnen de verordening. Als Nederlandse rechter de keuze dus allereerst van indirecte verkrijging of directe verkrijging. En voor beide hebben we een apart formulier. Als het gaat om indirecte verkrijging, stuur ik formulier A. Bij directe verkrijging is het formulier L. Indirecte verkrijging gaat rechtstreeks. Dat is onderdeel natuurlijk van van de stroomleiding die de verordening probeert te bewerkstelligen. Die gaat rechtstreeks naar het bevoegde gerecht. En bij directe verkrijging stuur ik het verzoek in formulier L naar het centraal orgaan of. Als die er is, een bevoegde autoriteit. En daarmee rijst in de praktijk natuurlijk allereerst de vraag van hoe weet ik wat het bevoegde gerecht is? Waar en wie is het een centraal orgaan of is er sprake van bevoegde autoriteit in Spanje? Hoe kom je daar in de praktijk achter? En zoals Marta al aangaf, we zijn nu denk ik vooral met academici, maar de deelnemers die. Later de presentatie zien, dat zijn ook vooral ook praktijkmensen. Dus voor de zekerheid wel even wijzen op het bestaan inderdaad van de Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken. Dit is de link en ik weet niet of die werkt, maar we gaan het proberen. Ik ga er overigens vanuit dat ik nog steeds goed verstaan ben. Ja, helemaal goed. Oké. Okay. Dit is de voorpagina, de landing page of, van die justitiële atlas. Alle wat is het? Maatregelen in het kader van samenwerking in burgerlijke zaken staan daar op. En voor ons is dan natuurlijk vooral van belang de bewijsverkrijging, herschikking en een. Jona, ik denk dat wij de presentatie nog altijd zien. Ja, waarschijnlijk om de atlas te, om de atlas te zien, moet je dit stoppen met schermdelen en dan jouw andere pagina laten zien. Ja, nu wel. Helemaal goed. Dit is dan de atlas. En het mooie van die atlas is inderdaad dat hierbij, als je op zoek bent naar de bevoegde rechter, hè, stel dat ik een zou kiezen voor de indirecte methode, dan heb ik nodig van welke rechter moet ik benaderen direct in Spanje. Dat gaat allemaal, en ik heb het nu allemaal geprobeerd, maar zover ik heb kunnen zien. Is die compleet? Maar dat staat dan nooit op de Nederlandse alfabetische volgorde, helaas. En dan zou ik het moeten doen. Spanje, en dan
Wie hier de aangezochte rechtbank vinden voor de indirecte methode. En dan komen we inderdaad, als het bezoek al gevierd was, dan krijg ik daar keurig alle contactgegevens die ik nodig heb om een indirect verzoek te richten aan mijn Spaanse collega. En dan moet ik weer even terug. Nou, hoop ik dat. Loopt nu allemaal langs. Maar zo vind je de juiste bevoegde, het bevoegde gerecht, of het centraal orgaan of een bevoegde autoriteit. In Nederland, als je daarbij zou zoeken, dan kom je, als het gaat om de bevoegde rechter, kom je uit bij de relatief bevoegde rechtbank. Centraal orgaan en bevoegde autoriteit in Nederland zijn allebei de rechtbank in Den Haag. Of het nou direct of indirect is, formulier CA of formulier L, daar gelden artikelen 5, 6 en 7 voor. Als ik stukken mee wil sturen of moet sturen met het verzoek zelf, nog die stukken behoeven enige vorm van legalisatie, eventueel wel vertaling. Het verzoek zelf, dat moet eigenlijk worden gesteld in het. Een van de officiële, en René zei het ook, een van de officiële talen van de aangezochte rechter. Maar die lidstaten kunnen wel aangeven of een andere taal ook geaccepteerd wordt. Voor Nederland worden verzoeken geaccepteerd in het Nederlands en in het Engels. Dat kunnen we terugvinden in de uitvoeringswet bij deze verordening. Voor Spanje, als je kijkt in de atlas, dan staat dat aangegeven. In Spanje worden verzoeken geaccepteerd in het Spaans of in het Portugees. En René had het al over, ja, misschien is dat toch niet heel praktisch, want de Nederlandse rechter, niet elke Nederlandse rechter in ieder geval, zoals Spaans of Portugees, voldoende beheersen. Misschien was één taal wel handig geweest. Middel van verzending, artikel 7, we doen dat elektronisch, tenzij dat om een of andere bijzondere reden niet zou gaan. Nou, hebben we net gekeken bij Algeciras en de atlas geeft daar slechts een telefoon- en faxnummer aan. Dus zouden we andere elektronische middelen willen gebruiken, dan moeten we toch eerst even bellen om te kijken of dat op een andere manier zou kunnen. Dat is dan, denk ik, mijn reactie Nou, op jouw verzoek. het bezoek Is om dit te zeggen. ja? Ja, je kunt mij niet zien nu. Nee, ik kan je nu niet zien, maar nee, we hadden dan gedacht dat op dit moment, na het telefonisch contact, veel succes in het Spaans of in het Portugees, heb je een e-mail kunnen vinden en dan heb je jouw verzoek kunnen doorsturen. En dan zien we hier op deze slide wat de Spaanse rechter dan moet doen en aan de hand van welke formulieren. En uiteraard zijn dus het formulier B, artikel 9 en artikel 11, dat hangt een beetje samen. Dus in principe moet ik binnen de 7 dagen al een indicatie kunnen geven dat het goed ontvangen is geweest. Dat doe ik aan de hand van van formulier B. Als ik zie dat voor problemen gaat zorgen, kan ik dan ook laten weten dat ik meer tijd nodig heb. En ik kan, en dat is denk ik toch goed bedoeld, maar de vraag is of het in de praktijk ook werkt. En dat is iets van de thema's die wij binnen het project proberen na te gaan. Wat gebeurt er als een verzoek onvolledig is en werkt het wel, die procedure om de ontbrekende informatie op een of andere manier te herstellen, te bezorgen. Maar u ziet dat alles voorzien is om deze rechtstreekse judiciële communicatie mogelijk te maken. Goed, dan gaan we naar de volgende slide.
Ja, en deze slide is ook bedoeld om aan te geven wat er dan moet gebeuren en hoe de procedure verloopt op het moment dat er de wens is dat het zij de partijen, het zij de verzoekende rechter, naar Algeciras zouden willen gaan om aanwezig te zijn. Dat was in de concrete casus niet het geval, dus ik denk dat wij hierover kort kunnen zijn. Dat brengt natuurlijk ook veel extra kosten met zich mee, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde situaties zijn waar de stakes zo belangrijk zijn dat er ook aanwezigheid van de partijen en of een representatie van de verzoekende rechter aanwezig is. Dus ja, ik denk dat we inderdaad kunnen gaan naar het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik op een of andere manier moet zorgen. En dat is misschien te vaag gezegd. Ik moet dat dus op basis van het Spaans recht, moet ik die uitvoering geven aan het verzoek van Nederland. Ja, dat moet ik dus doen, zoals René zei, een van de pluspunten van de verordening, als je dat vergelijkt met het verdrag van Den Haag, is dat er een concrete termijn wordt bepaald, 90 dagen. Dat er ook een manier is om aan de verzoekende rechter te laten weten, aan de verzoekende rechter te laten weten dat er vertraging kan oplopen. Maar in ons concreet geval zou het dus volgens de eerste kolom, volgens Spaans recht en eventueel met dwangmaatregelen zoals die gekend zijn in het Spaans recht, zou vervolg kunnen gegeven worden aan het verzoek van Jona. En ik heb gewoon voor de volledigheid opgezocht en inderdaad, in het Spaans recht is er in de. Het equivalent van het wetboek van rechtsvordering, dus dat is de Ley de Enjuiciamiento Civil, is er een hele sectie, artikel 355 en volgende, waar ook dus een soort van deskundig onderzoek kan gevraagd worden door de rechter. En dat is dus een gerechtelijke deskundig onderzoek. Zoals wij ook gehoord hebben. Zou niet in ons concreet voorbeeld, maar het zou kunnen dat de Nederlandse rechter iets heel specifieks wil, een bijzondere procedure nodig heeft, die eventueel niet gekend is in het Spaans recht. Okay. Dat op zich is geen reden, zoals jullie kunnen zien. De wisselwerking formulier A, formulier H, dat is op zich geen reden om dit niet te laten uitvoeren. Ik zou dan als Spaanse rechter een beetje creatief te werk moeten gaan en ik zou het verzoek op de specifieke wijze uitvoeren. Ik kan me voorstellen, hier zou het fijn zijn als we zouden weten van de rechters hoe dit in de praktijk gebeurt, dat de bijkomende mogelijkheid om via videoconferentie deze informatie uit te wisselen, dat dit heel praktisch kan zijn in zo'n situatie, als er een bijzondere procedure van het Nederlands recht moet in Spanje uitgevoerd moet worden. Goed, dan kunnen we naar de volgende gaan. Ja, en dan kom ik op de, zoals wij hoorden in de presentatie van René, heel uitzonderlijke situatie waar ik op een of andere manier vind dat het verzoek geweigerd moet worden. En u ziet in het schema de redenen om zo'n verzoek te weigeren. En wat u ook ziet en wat René ook alludeerde, ik kan niet zeggen dat het verzoek strijdig is met openbare orde of niet gekend is in het Spaans recht. Het enige wat ik kan aangeven als weigeringsgrond op basis van formulier K,
Die is een van de vijf elementen die je hier op de slide ziet. In de casus, zoals Jona ook aangaf, hadden we de studenten laten een hypothese maken van is dit verzoek buiten het toepassingsgebied van de verordening? Is dit geen burgerlijk en handelszaak? Omdat het schip misschien in internationale wateren is, of omdat er al dan niet een reden is om dit verzoek als buiten de verordening te beschouwen. Zoals ik al zei, op basis van Spaans recht is er geen reden om de andere argumenten of de andere gronden te gebruiken. Dus ik denk concreet zijn er beperkte en heel specifieke weigeringsgronden en opvallend de openbare orde is geen reden om zo'n verzoek te weigeren. Denk dat ik dan. Ah ja. Is dat nog voor mij? Nee, ik zal Nee. zal verder even langslopen. We hebben nu, en Marta heeft hem afgemaakt, want dat is natuurlijk de indirecte methode. Daar heb ik het meeste contact dan met Spaanse collega, althans. Mijn verzoek gaat naar de Marta als het bevoegde gerecht, die daar dan op moet reageren en de bewijsverkrijging praktisch moet uitvoeren. De andere methode die binnen de verordening beschikbaar is die van directe verkrijging. Maar ook dat, anders dan als je dat op basis van nationaal recht zou doen, vereist wel degelijk dat je een verzoek moet richten aan Spanje. Via formulier L is dat. Dat gaat dan natuurlijk niet naar de bevoegde rechter, het bevoegde gerecht, want dat is er dan even niet. Maar het moet wel naar het centraal orgaan, of als dat aanwezig is, de bevoegde autoriteit. Daar hebben we net al naar gekeken wie dat in Spanje zijn. Dat is een iets eenvoudigere route, dat viel ook wel te verwachten, dan als het gaat om een indirect verzoek. Als ik het verzoek heb gestuurd, gebruik maken van formulier L, dan is het aan de bevoegde autoriteit of het centraal orgaan van Spanje om dat verzoek te aanvaarden. En als ze daar te lang mee zouden wachten zonder reactie, dan mag ik ervan uitgaan dat het verzoek is aanvaard. Maar het biedt ook wel de mogelijkheid voor Spanje, en dat is het belang natuurlijk van het verzoek moeten doen, om aan aanvaarding van het verzoek eventueel voorwaarden te verbinden, waaronder de directe bewijsverkrijging kan geschieden. En dat kan zelfs, eventueel als dat kan belangrijk genoeg is, dan zou Spanje kunnen kiezen om deel te nemen aan die directe bewijsverkrijging door de Nederlandse rechter in Spanje. Met name om dan toezicht te houden op het naleven van die gestelde voorwaarden. Dit doet denken aan de situatie inderdaad van een pro reo situatie van directe bewijsverkrijging, waar toch zeg maar de uitoefening van Nederlands openbaar gezag nodig zou zijn om dat mogelijk te maken. En dat kan in de voorwaarden worden opgenomen. En eventueel kan een Nederlandse rechter dan deelnemen aan die bewijsverkrijging om te zorgen dat niet het hele treinverkeer van Nederland voor dagenlang plat ligt. Een andere is natuurlijk inderdaad de praktische bijstand. Het verzoek is aan de ene kant, hè, zelfs bij directe verkrijging, om gebruik te maken van een formulier, kan eventueel wat belastend worden gevonden. Aan de andere kant, het biedt ook de mogelijkheid om aan de overkant om te zorgen voor praktische bijstand bij de uitvoering van bewijsverkrijging. Zonder dat dat directe voorwaarden zijn waar we het net over hadden, kan er ook praktische bijstand worden verleend door Spanje in die bewijsverkrijging. Voorkeur
eigenlijk zoveel mogelijk dient die bewijsverkrijging te verlopen via video of teleconferencing. Artikel 20 hebben we een ander formuliertje voor, dat is formulier N. Dat is optie 2. Als het al gaat om de weigering van wil jij dit doen, Marta? Of stap maar door, maakt het niet uit. Marta heeft het al benadrukt en René ook. Er zit natuurlijk een verschil in de gronden van weigering van de indirecte methode en de directe methode van bewijsverkrijging. Waar bij indirect eigenlijk door Spanje geen beroep kan worden gedaan op de fundamentele rechtsbeginselen van Spaans recht, is dat bij de directe methode wel het geval. De overige twee zijn niet zo interessant. Maar strijd met fundamentele rechtsbeginselen van de aangezochte lidstaat Spanje is een weigeringsgrond bij de directe bewijsverkrijging. En ik herinner mij dat René het vooral had over soevereiniteitsgronden. Dat klopt natuurlijk enerzijds, en we voelen allemaal natuurlijk wel aan dat directe bewijsverkrijging daarmee eerder op de soevereiniteitstenen van andere staten wordt getrapt dan bij indirecte bewijsverkrijging. Maar als het gaat om de fundamentele rechtsbeginselen, dan gewoon de gebruikelijke openbare orde-exceptie in het internationaal privaatrecht, dan leg ik ook weer niet heel direct alleen maar de link met een soevereiniteitsgedachte. Het gaat dan om de fundamentele rechtsbeginselen van een rechtsorde. En ja, het valt op dat die bij de indirecte methode niet beschikbaar is voor Spanje om eventueel aan een verzoek niet mee te werken. Goed, dit was volgens mij al heel kort een praktisch overzicht van hoe wij of hoe je door de verordening heen loopt. Wat ik al aan het begin zei, het zijn enorm veel formulieren. Ik raak al in paniek, en Marta weet dat heel goed, bij één formulier. Dus bij 14 formulieren krijg ik bijna de neiging om er niet meer aan te beginnen. Ik heb een poging gewaagd om de formulieren op een enigszins transparante wijze met elkaar in verband te brengen. Ik weet niet of dat helemaal is gelukt. Maar aan de linkerzijde vinden we eigenlijk de twee belangrijke formulieren. Formulier A voor het indirecte verzoek en formulier L, het directe verzoek. Elk formulier A, als je het verzoek doet, dan geef je daar al wat details. Zeg maar subverzoeken kun je daar opnemen. Deelneming van partijen of van de verzoekende rechter. Of er een bijzondere procedure wordt gevraagd. En samen met formulier N welke telecommunicatiemethode worden gebruikt. En bij al die verzoeken hoort eigenlijk een tegenformulier. Het formulier dat nog niet, dat eigenlijk een afzonderlijke positie inneemt, dat zijn de vertragingsformulieren in het groen hier weergegeven. De verzoekende rechter kan, hè, als ik in Nederland niks zou horen van mijn Spaanse collega, dan kan ik vragen, goh, waar blijft het verzoek? Dat is formulier 11F en die moet dan worden uitgelegd met formulier G. En eventueel kan de Spaanse rechter zelf al aangeven van het gaat langer duren. En dan hebben we daar weer een ander formulier voor. Het zijn een hele hoop formulieren, maar als je ze enigszins probeert te ordenen, dan lijkt het mee te vallen. Maar zelf denk ik inderdaad dat als het gaat om stroomleiding, dat het een enorme hoeveelheid aan papierwerk is. Maar ik ben erg benieuwd wat de praktijk daar eventueel van vindt. Dat was volgens mij in ieder geval ons praktische overzicht van de bewijsverordening. Dus ik denk dat ik het woord teruggeef aan jou, Marta, voor het geval er nog vragen zijn. Heel hartelijk dank, Jona. Ja, ook de presentatie. Voor iemand met een aversie voor formulieren is dit heel mooi en heel indrukwekkend. En
En ik denk inderdaad dat het is jammer dat wij geen praktijkjuristen hebben of rechters die misschien wel later de sessie volgen en commentaar geven. Want ja, we blijven met de vraag of ze dit zien als een vooruitgang ten aanzien van de situatie die gold en nog steeds geldt op basis van het nationaal recht. Of ze denken dat het gewoon misschien met beste intenties, maar uiteindelijk heel moeilijk werkbaar is met al die formulieren. Wat ik nog kan toevoegen is dat de Atlas is ook een heel nuttige tool om te vertalen. Dus die doet automatisch vertaling voor jou, voor ons. Dus je kan ook het formulier in het Nederlands invullen en dan wordt het aan de andere kant in het Spaans gelezen. Dus dat is wel ook iets dat denk ik met de beste intenties door de Europese Commissie is opgericht. Goed, maar dat brengt ons tot inderdaad het einde. Met heel veel dank aan Jona voor de presentatie en het werk over deze simulatie. Zijn er vragen? We hebben nog tijd. Catalijne zegt nee. We hebben twee collega's. Aurelia, ik weet niet of je dit gevolgd hebt. En Cedric. Dat nog Cedric, wel. vraagt je. De slides worden toegestuurd. Ja, dat wordt voor iedereen toegankelijk. Viel me trouwens nog wel op, Marta, dat nou onder artikel 19, lid 5 van de herschikking Ja. is wellicht een antwoord gekomen op de observering in de evaluatie dat die termijnen niet altijd gehaald werden in de praktijk. Dat is wat mij bijstond. Ondanks de termijnen van de verordening, dat er soms toch nog niet aan dat het niet gehaald werd. Dus lees ik nu, als het verzoekende gerecht binnen 30 dagen eigenlijk, even kort gezegd, nog geen antwoord heeft gevangen, kan het een herinnering sturen. Als het dan nog steeds geen antwoord heeft ontvangen. Binnen 15 dagen dan wordt het geacht te zijn ingewilligd. Behouden dus Ja. buitengewone omstandigheden. Misschien is dat een antwoord wat gekomen is op die observering dat die termijnen niet altijd gehaald werden. Wellicht om. Ik weet niet of jullie daar gedachten bij hebben. Wellicht om direct een methode te gebruiken van te vergemakkelijken of iets dergelijks. Ja, Bij de dus dat bestudering viel het nog even op dat die bepaling nieuw was ten opzichte van wat ik eerder had gezien. Ja, dat is denk ik, Jona verwees naar stilzwijgende aanvaarding en dat is denk ik hoe dit werkt. Maar ja, het is nog steeds opmerkelijk dat je zelfs bij de rechtstreekse methode een verzoek moet indienen en dat je dan nog stilzwijgend of expliciet akkoord moet krijgen van die bevoegde autoriteit. Ik weet heel lang geleden, voor deze verordeningen er waren, en toen ik nog in België werkte, moest ik een noot schrijven over een deskundig onderzoek van op bevel van een Belgische rechter in Zweden. En dan was het gewoon zonder enige tussenkomst van een Zweedse autoriteit helemaal mogelijk op basis van Belgisch recht om die deskundige daar te laten, ik weet niet wat, radiatoren te laten inspecteren en dan met zijn advies of zijn deskundig rapport bij de rechter te komen. En ja, sommigen vinden uiteraard dat dit nog zeker niet goed genoeg is, want ja, sowieso moet je nog steeds de autoriteit in het buitenland informeren. Het is inderdaad, René, al goed
dat als die buitenlandse autoriteit dan niks zegt, dat je kan ervan uitgaan dat er geen bezwaar is. Maar goed, hopelijk hebben wij met deze twee delen van de presentatie ja, belangrijke elementen van de verordening kunnen presenteren, plus een simulatie van hoe de rechters dit zouden kunnen toepassen. Als er geen andere vragen zijn of opmerkingen, dan zou ik jullie Ik voor had er trouwens nog wel alle. eentje hoor. Is er nog een vraag? Ja, nog even terugkomend Oh op ja, de sorry. vraag die gesteld wordt door Katelijne. Excuus. Ja. Ja, die zaak kan nog eventjes opgezocht. Het ging in ieder geval om een zaak waar een Nederlandse partij als gedaagde ook betrokken was. En een bank, volgens mij uit Bahrein. Ze hadden geprocedeerd in Bahrein, New York. Uiteindelijk had dus de Hoge Raad gezegd, bewijs kan worden verkregen ook ten behoeve van buitenlandse procedures. Dus als ik het nog even zo snel nalas, in beginsel had dus de Nederlandse rechter hier ook rechtsmacht, maar kozen de partijen ervoor. Volgens het Hof was het aannemelijk dat er al procedures in het buitenland waren opgestart of zouden worden opgestart. Dus daar. Mijn punt is, wat ik wil maken van wellicht had de Hoge Raad iets anders gezegd als het ging om een procedure in Frankrijk. Hè, dus niet in Bahrein of Amerika, maar in Frankrijk. Dat we meer binnen de regels van het Hof van Justitie komen van artikel 35 plus 1 bis. En ik zat me ook nog te bedenken, ik weet niet wat de rest daarvan denkt. Vroeg me af wat zou het probleem zijn als de Nederlandse rechter het bewijs wel zou niet alleen bewarende maatregelen zou gelasten, maar ook zou laten openbaren, om het zo maar te zeggen, en vervolgens werd ingebracht in Frankrijk. Ik zat zelf even te denken hardop van, nou, in Nederland hebben we regels voor onrechtmatig verkregen bewijs. Dit kan mogelijk rechtmatig, onrechtmatig, dat is even de vraag van hoe dat uitpakt, maar er was in ieder geval een bepaling ook die zegt van bij bijzondere omstandigheden, even in mijn woorden, kan het ook uitgesloten worden, zowel rechtmatig als onrechtmatig. Wellicht zou dat dan, als het spiegelbeeldig zou zijn geweest in Frankrijk, werd de informatie geopenbaard ten behoeve van de Nederlandse procedure die later opgestart werd. Wellicht zou dat dan voor de Nederlandse rechter, dat de aangewezen weg zou zijn. Om de jurisprudentie van het Hof van Justitie ook te honoreren. Dus dat bewijs uiteindelijk uit te sluiten. Dus je hebt het wel op tafel gekregen, maar je mag het niet gebruiken. Dat schoot mij nog even te binnen. Maar dan is het uiteindelijk dus aan de rechter, de vormrechter, moeten beslissen wat gaan we met dat bewijs doen. Dankjewel. Katelijne is het met jou eens. Goed, dus dan kunnen we hiermee denk ik deze sessie afronden. Ik wil uitdrukkelijk Briet van Soest bedanken van Low Events die ons geholpen heeft met de organisatie van deze webinar, kind of. Mayela Celis die ook geholpen heeft met dit en alle elementen van DigiGuard, de sprekers, René, Jona en mezelf. En de deelnemers, jullie die tijd gevonden hebben vanmiddag om hier te zijn, heel veel dank. En degene die later het webinar zullen volgen. En bij die laatste groep. Bij deze ook de uitnodiging om ons input te geven over de praktische relevantie van dit instrument. Het zal ons helpen, want DigiGuard loopt ten einde. Dus de eindrapporten zullen binnenkort geschreven moeten worden. Het project loopt tot eind mei 2024. En dus nu komt het moment dat wij dit alles in
in rapporten richting de Europese Commissie gaan moeten formuleren. En dus bij deze ook veel dank aan de Europese Commissie die het project gefinancierd heeft. Goed, wens ik jullie allemaal een fijne middag en vanuit Algeciras, bye bye.